Goedenavond. Ja, ga je gang. What really matters seems so futile among the rocks and sand. Out here there are no morals, no guidelines. You just don't want to slip. De volgende vraag zeist door me heen. Wat is de directe ervaring? De gewone ervaringen die zijn bekend, maar de directe ervaring is van een ander gehalte, denk ik. Kun je daar iets over zeggen? Wat er met name opkomt is, het van belang is de meest primaire ervaring. En dat is eigenlijk de ervaring waar we steeds voorbij kijken. En dat is de ervaring er te zijn. Dus waar wij steeds naar kijken is naar van hoe we zijn, in de zin van emotioneel, lichamelijk, mentaal, maatschappelijk en al dat soort dingen. Maar de primaire ervaring is er te zijn, zonder enige invulling, gewoon ik besta. Nou, wat we dus de hele tijd doen eigenlijk, is de aandacht geven aan al die complexiteit op het niveau van het secundaire. En we vergeten het eerste gegeven. Nou, het is mogelijk om de directe ervaring te hebben van er te zijn. Waarin, basically zou je kunnen zeggen, bewustzijn zichzelf herkent. Overkomt je die ervaring? Dat kan, of je zoekt hem op. Of je zoekt hem op. Hoe zoek je hem op? Door je aandacht te richten op dat wat er al is voordat je iets vindt. En eigenlijk als ik dan daarop verder ga, is het dus eigenlijk onze basis, het thuis waar we altijd al in zijn. Ja, en die we dus de hele tijd elders zoeken. Ja, dus we kunnen dan misschien zeggen, we verlaten ons thuis om dus deze wereld te ontdekken. Maar tevens kunnen we dan ook zeggen van, ik verlaat mijn huis niet, maar ik ben op ontdekkingsreis in deze wereld. Ja, en je kunt ook nog dingen ontdekken terwijl je gewoon op je plek blijft. Ja. Dus ik hoef niet van mezelf vandaan te rennen om een ervaring te hebben als ik hier gewoon ben, right now, dan die ervaringen die komen vanzelf. Dus ik hoef daar strikt genomen niet eens achteraan. Want de wereld die heeft nogal de neiging zich aan je op te dringen. En dus dan hebben we een wereld die zich aan ons opdringt en dan gaan we daar ook nog in rondrennen. Dat klinkt als een goed plan. Hm? Je zou dus eigenlijk ook kunnen zeggen, ik ben nooit weg geweest. Als die directe ervaring zich opdringt en wortel schiet, ja. Het kan ook zijn dat we die directe of primaire ervaring meemaken of herkennen, maar vervolgens weer vergeten. Dat is wat vaker gebeurt. Dan is er wel iets ontwaakt, zou je kunnen zeggen, maar het is niet ontwaakt in de zin van permanent of stabiel. Wanneer zou je kunnen zeggen dat het stabiel is? Eigenlijk als je jezelf nooit vergeet. Ja. En dan is er dus ook geen twijfel meer over wat het primaire is. Nee. Dan ga je dus ook niet zeggen van ik kan pas compleet zijn als dit of dat geregeld is. Nee, die compleetheid die is er al en van daaruit kan je kijken wat er geregeld wil of moet worden. Het is precies andersom. Ja. Het is een beeld wat dan omhoog komt, een beetje dat je dus eigenlijk je eigen ruimte hebt. Dus dat je bewust bent van dat je er bent. En dat dus in die ruimte allerlei dingen omhoog komen en bewegen en weggaan en weer komen. Maar je eigen ruimte, dat ben je en daar sta je in, zou je kunnen zeggen. Yes. Zo'n beeld komt dan omhoog. Mm-hmm. Ja. Daarom zeur ik wel eens over dat gaan staan. En dan bedoel ik dat zo
zowel in psychologische zin, dus in de zin van volwassenheid, staan. Maar ook op een dieper niveau gewoon staan als dat zijn zelf. Ja. Heeft dat, nou misschien is die volgende vraag een beetje gek. Heeft dat ook te maken met de ervaring van dat je ergens bent en vervolgens is er niks en nou kom, ben je er weer? Heeft dat daar ook iets mee te maken? Nee, dat is meer een ervaring van de wisseling van zijn en niet zijn. Okay. Normaliter, ik heb het vaker gezegd, valt dat helemaal niet op, maar het lijkt meer op een soort stroboscoop. Stroboscoop van dat licht aan, uit, dat gaat heel snel. Dus als onze geest in het normale tempo is, dan zien we dat helemaal niet. Als die geest traag wordt, dan kun je dat gewoon merken. Ja. Dat het licht van bewustzijn, let zij, aangaat of uit is. Ja. Zijn, niet zijn, manifest, niet manifest. Da, 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 da. Dat gaat heel snel. Ja, je kunt ook niet zeggen hoe lang of kort, dat weet je. Alles is weg. Yes. Er is dus niks meer. Dat kan. Het kan natuurlijk ook een neurologisch dingetje zijn. Maar in ieder geval even terug te komen, dus er zijn. Dat is dus het allerbelangrijkste. Ja. Yes. Oké. Ik kan ook niet zeggen, ik ga het proberen, want dat klopt het niet. Nee, nee, en dat hoef je niet, want het is er al, toch? Ja, daarom. Oké, dankjewel. Thanks. De wereld chaos? Nee, maar daar neigt hij wel toe. Dus zodra je een vorm ziet, is er een soort ordening. Maar de geneigdheid van ieder organisatiepatroon, om het zo maar te zeggen, is om te vervallen naar de gemakkelijkste vorm van wanorde. Let maar op je kamer als je die hebt opgeruimd. Als je de kortste keer resideren. Dus alles neigt naar decay en chaos. Dus net als je denkt dat je iets georganiseerd hebt, valt je weer terug in. Ja, of iets anders is dan aan het desintegreren. Je let op het één, hè, dan stop je energie in het één om het te ordenen. Nou, als je hierop richt, kun je het niet ook daarop richten. Dus, hè, of neem een tuin als beeld. Je moet blijven maaien en knippen en snoeien, want anders neemt de boel het over. Ja, is controle daarin illusie? Absolute controle bestaat niet. Dus als we dit verstaan, dan weten we dat alles alleen tijdelijk in een ordelijke vorm zal kunnen zijn. En dan is er automatisch de aanvaarding van dat entropie of verval of chaos. Zodra het de kans krijgt, de boel zal overnemen. Als je het dan denkt, dan ga je het gewoon missen. Dat je dan toch door triggers en dergelijke toch controle neiging hebt. Ja, maar kijk, een gezonde controle is niet verkeerd. Hè? Als je je tanden poetst, is dat ook een controle ding, omdat je geen gaatjes wil. Mm-hmm. Dus dat is oké. Het wordt pas een probleem als het controlezuchtig wordt. En dat je de illusie hebt dat je alles in de greep kan krijgen. Ja, dat kan gewoon niet. En vroeg of laat krijgen ze je te pakken. Wat bedoel je dan? Nou, gewoon. Dan breekt er een kleine ziekte uit of je krijgt een ongelukje omdat je witlof, karamel, weet ik wat, wat het was precies, wil maken. En je brandt je fikken. Stuff will happen. Dus er is zo'n natuurwet van op ieder moment kan alles gebeuren. Vaak niks, maar
kornet nog van Lynette dat haar man een auto-ongelukje had. Auto-toten los, man gelukkig niet. Maar it happens. En daar kunnen we dus krampachtig van worden als we dat gaan beseffen of zoiets hebben. Oké, aangezien basically niks onder controle is, kan ik net zo goed ontspannen en kijken wat het leukste is of het meest noodzakelijk of het interessantste. En daarom hoor je mij al 100 jaar roepen van and then you die. Gewoon om, niet om je te treiteren of angst aan te jagen, maar omdat je weet van je speelt een spelletje. Hè, dus dat er zijn is er, vervolgens speel je het spelletje van iemand te zijn. En daarin zitten weer allerlei spelletjes, relationeel, maatschappelijk, spiritueel, whatever. Maar die zijn allemaal eindig. Het goede nieuws is, heeft nog nooit iemand het overleefd. Voilà, exact. Dus relax. Dan heb je kans dat het wat creatiever wordt, want waar de controle te erg wordt, gaat alle levendigheid en of de creativiteit eruit. Ja, dan is het geen spel meer, dan wordt het een reeks taken. Zo leven sommigen ook, hè. Die staan op en dan weten ze al van ik heb 13 taken te vervullen vandaag. Inclusief spelen met de kleinkinderen of alles wordt een taak. Dat is terrible, daarom wil ik geen kleinkinderen. Nee, dat was ergens anders. Ik herken dat wel van die controle. Althans, dat het steeds losser raakt. En dan, althans, als ik daar niet naar luister. En dan komt er heel veel energie. En dan knalt het alle kanten op, hè, van de blijdschap en de. Hè, zo. En de sprankeling en het geluk over niks. Een soort verliefdheid op niemand. Hè. En het niet weten en het niet begrijpen en dat ook niet hoeven. Een soort lichte gekte. Mm-hmm. Wat ook wel lekker is. Hè? En gevaarlijk. Ja, nou ja, goed, ik ben er nog wel bij. Hè? Maar ja, het gebeurt zo, het gebeurt gewoon. En ik vind daar van alles van. En dan gebeurt het alsnog. Doet er niet toe, dat is de illusie dat ik iets zou kunnen sturen of zo. Ja, nee, maar dat kan wel. Ja, in de inhoud wel, maar niet met wat ook de mate waarin. Dat is meer waar het mij om gaat. Ligt het dus toe, weet je? We kunnen de neiging hebben om ons te veel door die levendigheid mee te laten slepen. Net zo goed als we de neiging kunnen hebben om ons door de zorgen of het negatieve mee te laten slepen. Het is handiger om ze allebei een beetje te temperen. Ook om te voorkomen dat het altijd dit blijft doen. Dus daar kunnen we gewoon net even een stapje terug doen. En het gevaarlijke van positieve gevoelens is dat die heel verleidelijk en heel onschuldig lijken. Maar ze zijn net zo gevaarlijk als het tegendeel. Ja, als je ernaar handelt zeker. Hè? Ja. Mm-hmm. Want je kan dan ook weer soms meer toestanden creëren dan strikt genomen nodig is. Omdat dat, it was a good idea at the time. En dan denk je naar de hand, oké, wat heb ik nou weer gedaan? Als je een beetje gekalmeerd bent, ziet het er ineens anders uit. Oké. En de temperen bedoel je dus uitzoomen? Ja, dat is vaak een handige, want dan ga ik iets uit de identificatie. Dus ik kan me met drama te veel identificeren, maar ook met vreugde. Mm-hmm. En dan word je te blij. Weet je wel? Of te maf, of net wat het is. Nou, het is echt een soort schuifje dat de hele tijd. Yes. Ja. En het kan dus helpen van waar we het in het begin over hadden: van op het moment dat we de aandacht weer wat meer verplaatsen naar het er zijn zelf, dan kalmeert de boel een beetje en dan opent het. En als we daar verder vandaan raken, hebben we de neiging om meer meegesleept te worden door de dingen, maar ook door onze stemmingen. En dat is wel iets interessants om naar te kijken van hoe onze handelingen vaak meer door onze stemmingen worden gestuurd dan door onze ideeën. Sterker nog, onze ideeën zijn waardeloos als er niet een bijkomende stemming bij betrokken is. We hebben die brandstof nodig om een idee energie te geven. Mm-hmm. Dus de stemming waarin ik verkeer, het is handig om dat door te hebben. Dank je. You're welcome.
Want het is iets wat als ik dingen lees heel contra-intuïtief lijkt. Ik kan proberen het onder woorden te brengen. Als je een prisma hebt, valt weer het licht op en het licht breekt. Dan is er een soort van omdraaiing van de richting. Wat niet helemaal intuïtief klopt, of waar ik telkens tegenaan loop, is dat ik, zou je kunnen zeggen, meekijk met dat gekleurde licht. Dat kleine regenboogje wat uit dat prisma komt. Terwijl de bakken met wit licht van boven naar beneden schijnen. Ja. Die connectie met dat witte licht, dan. Hoe kan ik die opmerken als ik alleen maar dat regenboogje voor me zie? Omdat achter je dat witte licht is. Ja. Dus dat is weer die primaire ervaring. Dat is ongefilterd, ongestuurd, nog niet door stemmingen en belangen gekleurd. Oordeelloos, belangeloos. Toch zou er niks van die kracht verloren moeten gaan, maar het lijkt alsof dat maar een heel klein lichtje is wat schijnt. Ik denk dat het behoorlijk indrukwekkend is, want het tovert een compleet universum tevoorschijn. Dus de Maya, of de toverlantaarn, of hoe je het wil noemen, is pretty magnificent. Moet eens kijken wat er allemaal lijkt te zijn en hoe hardnekkigere indruk dat maakt op ons en hoe echt het is. Of lijkt. Als ik even niet oplet, denk ik echt een mens te zijn. En dat is er ook, dat mens zijn, maar dat is niet het hele verhaal. Dus de geneigdheid is inderdaad om meegenomen te worden in dat prisma gebeuren. Maar als we op onze plek kunnen blijven, waarvoor we dus meestal even een stapje terug moeten doen, omdat we zo de neiging hebben mee te gaan, dan kunnen we dat. Het zijn mijn metaforen niet van licht en prisma, maar voor de sake of arguments kunnen we dat pure licht gewoon ervaren. En dan wordt vrijwel onmiddellijk duidelijk dat dat onpersoonlijk is en in of achter iedereen of naast iedereen, net hoe je het zeggen wil, exact hetzelfde. Ja. Dus er zijn heel veel prismaatjes, zeg maar, met allerlei schakeringen en gebeurtenissen, maar er is maar één wit licht. En dat is hetzelfde hier als daar. Dat is nergens niet. En de vergissing is dus dat je beperkt tot dat kleine stukje, zeg maar. Yes. Wat ook begrijpelijk is, maar en wat je ook door iedereen aangepraat wordt. En die breking van het licht, zit er iets in het idee dat je horizontaal kijkt, normaal gesproken? En door het feit dat je precies zeg maar in de dwarse beweging beweegt, dat niet oppikt. Ja, want een organisme is altijd een wordend iets. Dus dan heb je de as van het worden. En dan vergeten we de as van dit hier nu. Ja. Wat natuurlijk de hele tijd de realiteit is. Want wanneer je ook maar over nadenkt wanneer je bent, dan is het altijd nu. Dus daar is moeilijk omheen te komen. Tegelijkertijd vergeten we dat door alle bewegingen die er zijn, door alle plannen die we hebben, door alle angsten en vrezen die altijd met tijd te maken hebben. Dus ik ben bang voor iets is gebeurd in het verleden en dan word ik bang voor de herhaling daarvan. Dus dan ga ik de toekomst vrezen. Weet je wel, of ik hoor van anderen over dingen die zouden kunnen gebeuren. Oh my god. Ja, dan ben je vrij snel dit moment kwijt. En wat er allemaal niet verwacht wordt en waar mensen aan willen voldoen. En dat is allemaal in de tijd. En er is niks tegen tijd, want het wordende is er ook. Alleen als we daar dus alle nadruk op leggen, dan vergeten we dit.
En precies eigenlijk op dat kruispunt van het worden en het zijn, precies in dat moment zit de vrijheid. En dat ontslaat ons niet van worden of dingen doen of dingen leren. Maar dan is dat geschraagd in een hier zijn. En dan wordt het een soort spel. En anders dan wordt het, nou ja, het worden taken. Of het wordt gewoon te belangrijk. Dan gaat alles van mijn gestelde doel afhangen. En als dat dan mislukt, dan faal ik ook. En weet je wel, alles wordt dan van resultaten afhankelijk. Sociaal of maatschappelijk of financieel of whatever. En er is niks tegen presteren. Maar als ik daar alles aan ophang, tricky. Want net daarvoor, voordat ik iets wil presteren of iets presteer of juist faal, I am. Dat is er de hele tijd al. En als we dat ten volle kunnen ervaren, dan, hè, wat ik zei in het begin, van die compleetheid die is er dan al. Dan hoef ik dus niet meer iets te gaan presteren of om aardig gevonden te worden of weet ik van wat allemaal, om mij compleet te voelen. Nee, mijn vertrekpunt is de compleetheid. En dan kunnen we nog eens kijken wat er leuk is. Die body-mind kun je vergelijken met het prisma, denk ik. Dat denk ik dat die metafoor is. Ja. Nogmaals, het is de mijne niet. Dus. Het was maar een beeld. Ja, ja. Ja, dat iemand kwam. Okay. Ja, dus die body-mind die geeft kleur aan de dingen. Ja. En daar is zowel mooi als tricky. Want we kunnen ons helemaal in dat kleurenfestijn verliezen. En dan ben je dus eigenlijk je eigenheid kwijt of je basis, het meest primaire, ben je gewoon kwijt. Je keert dan bij wijze van spreken de helft van je wezen de rug toe. En dan ga je met die andere helft een compleetheid proberen te creëren. Nou, good luck with that. Ja, je denkt dat het in mijn geval in ieder geval veel kleiner is dan dat het werkelijk is. Want alle zijn, alle worden dan. Ja. Yes. Cool. Dat kruispunt van zijn en worden, zijn primair, hè, en alles wat daarna komt is secundair. Bedoel je dat met worden? Yes. Secundair? Yes. En kun je, valt er nog iets te zeggen over die kruising? Kun je daar nog iets van zeggen? Dat het handig is om die op te merken. En hoe ziet dat eruit om dat op te merken? Want ik kan me aandacht terugbrengen naar primair. De gelijktijdige mogelijkheid van er bewust van te zijn dat er alleen maar hier is, of dit. Terwijl er ook dingen bezig zijn die schijnbaar in de tijd plaatsvinden. Dus dat niet uit het oog verliezen. Ja, dus er doet zich iets wonderlijks voor. Onze aandacht die kan maar op één object tegelijk gericht worden. Maar wat die wel kan, is zich bewust zijn van dit hier nu en wat er gebeurt. Zeker, ja. Ja, om die aandachtkunde, zoals ik dat dan wel eens noem, gaat het. En dan heb ik minder de neiging om me dus te verliezen in dat veelkleurige spektakel. En dan heb ik ook minder de neiging om mijzelf als manifestatie of mens of persoon te serieus te nemen. Dat let daar maar eens op, wanneer je het te serieus neemt, dan ben je altijd je primaire gegeven, het zijn zelf vergeten. En dan gaat alles om jouw mening of opvatting of hoe jij denkt dat iets moet gaan. Weet je wel, je denkt dat je God bent en altijd gelijk hebt. Je gaat een beetje op Kasia's vader lijken. Ze is daar net een week geweest en mocht daar weer fijn van meegenieten. Dus die aandacht daarbij houden en onszelf dat aanleren, daar bewust van te zijn, is cruciaal. Nou, sommigen die hebben de mazzel dat als een bliksemschicht inslaat en ze vergeten het nooit meer. Dat komt maar zelden voor. Meestal moeten we ons eraan herinneren. Vandaar dat ik een van mijn boekjes zelfherinnering, maar dan met een hoofdletter, noemde. En op een gegeven moment weet je dat net zo sterk als dat je nu denkt dat je een mens bent. Of een man of een vrouw bent of whatever. Weet je wel, van dan is dat gewoon een zo diepgaand gegeven, you will never forget. It takes
takes a few days, usually. Nou ja, we hadden het in Utrecht over dat er gevoel van ik word bekeken, hè, dat dat er heel lang was. En dat dat dus dat eerste gegeven yes. is. En als ik in de identificatie zit met dat secundaire, hè, oh, of blij, allebei. Mm-hmm. Ja, dan ben ik daar, dan ben ik daar soms dus van weg. Ja. Maar ook vaak neem ik waar dat dat gespring of dat huur gebeurt, hè? Dus beide. Ja, sure. Sure. En bij de meeste mensen zullen we ook merken van dat op sommige terreinen dat herinneren makkelijker gaat. Terwijl als er ineens op een ander terrein dingen gebeuren, dan wordt het ineens moeilijker. Ja, dat sluit aan bij dat idee van multilayered beings of gelaagde wezens. In sommige van die lagen zijn we wijzer dan in andere, let's say. Nou, dan weten we ook meteen, van als we dat even meenemen, van oké, okay, op dit terrein heb ik gewoon nog of iets op te ruimen of te doorzien of wat er ook voor nodig is om te hopen dat ik daar ook aanwezig kan blijven. Niet teruggetrokken. Ja, ja. Of uit mezelf getrokken of dat ik niet een soort regressie meemaak naar een oude toestand, een getraumatiseerde toestand of een whatever, wat het ook mag zijn. En dat kunnen we dus weer vanuit twee stemmingen, zou je kunnen zeggen, bekijken als zware taken. Of juist de vreugde van het ontdekken van oké, okay, maar dat licht, zal ik maar zeggen, dat kan ook hier in deze laag in ieder geval verder doordringen. Het hoeft niet allemaal perfect en zo, daar gaat het niet om, maar dat er iets in gebeurt, dat het daar helderder wordt. Ja, er zijn nog van die dingen die mij zo kunnen raken, dat het echt zo... Natuurlijk, iedereen. En je weet nooit, ja, soms weet je het wel, maar soms denk je van oké, okay, het is allemaal opgeruimd totdat je je nek breekt over iets. En van oké, okay, daar lag blijkbaar iets waar ik nog niet naar gekeken had of wat nog niet aan de orde was of waar ik kwetsbaar voor bleek. Dat is ook oké. Okay. Maar als je eenmaal door hebt hoe het proces werkt, kun je dat proberen daar ook op toe te passen. Van oh ja, waar is het moment dat ik gewoon bij dat zijn vandaan ga en de stemming, het geïdentificeerde te serieus neem. Ja, terwijl dat wat er ook opkomt, of het nou geraakt zijn is of blij, wel degelijk ook heel intens kan voelen zonder dat je jezelf kwijtraakt. Voilà. Dus, ja. Ja, dus soms kan het gebeuren dat als we die stap terugmaken, dat het hele emotionele feestje zeg maar gewoon wegvalt. Soms krijg je daar een gelijktijdigheid van ik ben totaal aanwezig. Ik voel al die intensiteit door mijn systeem denderen. Maar er is geen weerstand en er is geen neiging om erin meegezogen te worden. Dus dat is great. Oké. Okay. Ja. Dank je. Want daar is ook wat sommigen denken, weet je wel, van dat als er ontwaakt zijn is of whatever, dat je dan een soort gevoelloos wordt. Maar dat is helemaal niet het geval. Je wordt juist steeds ruimtelijker en die gelijktijdigheid die is er. Je raakt niet of het moet wel heel bond worden, je footing kwijt, zal ik maar zeggen. Je raakt dat zijn niet kwijt. Maar dingen kunnen heel intens ervaren worden. Juist. Ja, ik had vorige keer toen ik hier was, toen liep ik eigenlijk een beetje vast. Er gebeurde eigenlijk helemaal niks naar mijn gevoel. Mm-hmm. Maar de laatste tijd gebeurt wel heel veel. Ik heb ook sinds lange tijd weer bij iemand een sessie gedaan. Toen kwam ik dus achter dat ik een eigenlijk geboortetrauma heb. Eigenlijk vanaf jongs af aan. En ik kon toen naar die paniekgevoelens toe gaan. En ineens kon ik van een afstand kijken van hé. Het gekke eigenlijk, ik leef mijn hele leven die angsten, maar is eigenlijk door de bril van een baby waar ik nog in leef. Dus nou, dat kon opengaan, zeg maar. Dus nou, dat duurde een paar weken, toen kwam het ook wel weer terug. Maar niet meer zo intens als het was. Good. Dus ja, dat is nu op dit moment, is zich dat aan het ontvouwen.
Alleen de afgelopen dagen heb ik heel slecht geslapen en dan is het er gewoon weer. Maar wat ik dus heb ontdekt bij mezelf, is als ik daar dan 's nachts middenin zit, met EFT heb je punten waar je kan tappen, maar ik doe van de rest niks met de hele techniek eromheen, maar alleen even tappen, dan word ik niet meegezogen in emotie, want dan blijf ik, ja, op de een of andere manier, ja, dat, zo ben ik eigenlijk een beetje bezig de laatste tijd. Doe wat helpend is. Ja. Dus, ja, dat is eigenlijk, voor mij is het niet echt vragen, dan kan ik even delen. En het is wel grappig in die zin, van ik heb wel eens gezegd van iedereen is per definitie getraumatiseerd, want je wordt geboren. Weet je wel, bij de ene hakt dat er wat meer in dan bij de ander, maar ik denk dat iedereen dat heeft. It's no fun. Nee, maar ik vind het zo bijzonder, je bent de hele leven ben je eigenlijk bij jezelf. En je hele leven leef je door die bril. Nou, niet de hele tijd natuurlijk, hè. Nee. Maar dit sluit weer aan bij wat ik zeg, van, hè, over die gelaagdheid in ons systeem. Daar zit dus zo'n laag in jouw geval, die in dat babybewustzijn die benadering heeft, zal ik maar zeggen. Ja, dat geldt voor meer mensen. Ik vind het zo bizar dat ik eigenlijk al best wel een tijd bezig ben en nu pas in één keer zo'n aha-moment heb. Daar moeten we wel bij bedenken dat ik kan me herinneren dat je vaker gewoon dingen inzag en daarvan dacht, dit is het. En dat heb ik ook en iedereen. Dus er zijn meerdere aha-momenten, alleen de voorgaande die vergeten we. Dus nu lijkt het dit. En trust me, over een jaar zeg je iets, weet je wel, van nou heb ik echt. Nee, dat was een ander ding uit een andere laag. Dus soms beginnen we in laag 6 en dan gaan we naar een laag 9 en dan naar 2. Het verschuift en eigenlijk wat er gebeurt is dat ons energiesysteem gewoon aangeeft van nu dit. We doen het niet vanuit die bewuste geest, het dient zich gewoon aan. En als we geluk hebben, komen we iets tegen wat daarbij assisteert en wat dat makkelijker maakt. Dat is great. Ja, want ik ben hier lang mee bezig geweest en jij zei toen wel vaker van, ja, het dient zich aan op het moment dat het, ja, zeg maar, opengevouwen kan worden. En niet zo direct erop af. Ja. Zo'n lom van, ik wilde zo naartoe, maar nu, ja, het diende zich aan en ik kon er zeg maar naartoe gaan. Ja, cool. En jij zegt altijd, je moet het volledig onderzoeken wat het is. En ik dacht altijd, het is heel groot, maar het is eigenlijk vanuit dat babytje eigenlijk. Ja, maar het is wel heel groot in de zin van de overgang. Ja. Het is nogal een overgang van de ene naar de andere toestand. Ik had ook een leuke overgang met navelstreng om mijn nek en zo. En al 5 dagen uitgedroogd. Dus dat was een ideale van welkom op de wereld, Hans. Geen wonder dat ik zin had om me op te hangen. Het was toen mislukt. Oké, dat was het. Dankjewel. Ja, thanks. Cool, pauze.